Als je het over markten hebt, dan denk je natuurlijk aan de grote markt. Dit is nu de plek waar je al je boodschappen kan halen. Maar vroeger was het wel anders. Dit was een chique plek waar Hotemetoten woonde en het stadsbestuur zat. En niemand hier zat te wachten op een vieze, stinkende, luidruchtige markt voor zijn deur. De markt zoals we die nu kennen bestond nog niet. Voor elk product was er een andere markt. Haarlem was met wel 20 markten van alle markten thuis. Zo had je bijvoorbeeld een appel, een ossen, kalver, een paarden en zelfs konijnenmarkt. En veel van die markten vond je aan de kades van het Spaarne. Dat was natuurlijk makkelijk, want alle goederen kwamen per boot de stad binnen. En dankzij de straatnamen weten we nog steeds wat vroeger de functie van de plek is geweest en wat er verhandeld werd. Dames en heren, jongens en meisjes, aan uw linkerkant ziet u de turfmarkt. Eind 16e eeuw werd hier turf verkocht. Maar wat is dat eigenlijk, turf? Dit is turf. Het is veengrond dat is gedroogd en samengeperst. Het was een goedkope brandstof om je huis mee te verwarmen en je kon er ook nog een potje op koken. Eind 19e eeuw verdween turf omdat we andere brandstoffen kregen zoals steenkool en gas. En sommigen maakten daar weer een handeltje van. En links kun je terecht voor de graan- en zadenmarkt. En op de hoek, dat was de kaasmarkt. En dan zijn we nu bij de houtmarkt. Op de houtmarkt, je raadt het al, werd hout verkocht. Je zou denken dat hier alleen sterke mannen aan het rondsjouwen waren. Nou, echt niet. Er zat ook een stevige tante tussen. Kenau Simons dochter Hasselaar. Ze had haar eigen houthandel en scheepswerf. En het hout haalde ze zelf met haar schip uit Noorwegen. Een potig manwijf, want ze vocht heldhaftig tegen de Spanjaarden tijdens het Spaans beleg. Het maakte haar legendarisch. En het heeft er zelfs een plek in onze taal opgeleverd. Met recht een echte Kenau. Deze hoek heet de Koude Hoorn en het heeft niet zoveel met een toeter te maken. Nee, hoorn betekent hoek, de koude hoek. Ja, en als je hier langskomt, dan is het direct een stukje kouder. Brr. Ja, dat merk je meteen. Nee, je kon hier dagelijks terecht voor je verse groenten en fruit. Alles natuurlijk seizoensgebonden. Dus in de zomer haalde je bramen, sla en andijvie. En in de winter kon je terecht voor boerenkool, winterpeen en spruitjes. Dit was echt een beestenboel, de hooi- en de Friese varkenmarkt. Die waren eerst op andere plekken in de stad, maar je kunt je voorstellen dat met al die herrie en die stank de markten niet echt geliefd waren bij de bewoners. Vandaar dat de markt naar de stadsgrens is verplaatst. Langs het Spaarne was dus eigenlijk één lange markt. En in de binnenstad waren ook nog eens talloze markten te vinden. Je moest dus de hele stad doorsjokken om je weekboodschappen te doen. En hier de zuivelafdeling, de botermarkt. Met ruim 400 jaar de oudste markt van Haarlem. Je had dus allerlei soorten markten. Maar er was er maar één waar iedereen naar uitkeek. De jaarmarkt. En die was ook hier op de botermarkt. Kan ik u helpen, mevrouw? Handelaren brachten allerlei nieuwe producten mee, ook uit verre landen. De jaarmarkt was een spektakel met exotische dieren of mensen zoals de vrouw met de baard en de man met de drie benen. En kwakzalvers en pillendraaiers haalden de vreemdste toer uit om hun vaak twijfelachtige producten aan de man te brengen. Deze vorm van straattheater bleek een gat in de markt te zijn en sloeg al snel over op andere markten. Meisjes, komt het zien, komt het zien. Dit is een vertoning, dit heeft u nog nooit gezien. En of ik nou kom in Leiden, Alphen aan de Rijn of Leeuwarden. Mensen worden dol enthousiast. En dat mag ook wel, want dit fluitje gaat uw leven veranderen, meneer, eerlijk waar. Deze fluit gaat uw leven veranderen. Deze fluit bezweert alle vrouwen. U krijgt ze allemaal om u heen, het zijn slangen. Zo, ik ben los. Een fluitje van een cent.